Goedemorgen, kijkers en luisteraars. Ik ben blij dat we vanmorgen wederom in uw huiskamer mogen zijn, of waar u zich ook bevindt. We zijn dankbaar dat we weer de dienst kunnen opnemen, zodat u het woord ook thuis kan ontvangen. Vandaag is het de derde zondag na Trinitatis. En we willen in deze dienst ook stilstaan bij het feit dat we ook straks de afschaffing van de slavernij zullen gedenken. Laten we ons intochtslied zingen, want zie mi de opo na ati akomopo na ati ini amugo. Mag ik u allen groeten met de christelijke groet, zusters en broeders. De Heer zij met u. De Heer zal u bewaren. Ook op deze zondag mogen we ons bemoedigd weten en ons richten tot God onze Schepper. Onze hulp is in de naam van de Heer. Die hemel en aarde maakt. Barmhartige God, gij die omziet naar uw volk en zoekt wat verloren is geraakt. Gij die bevrijdt wie in duisternis gevangen zit, wij komen tot u. Zie ons aan zoals wij zijn, vol van onszelf, met de last van het verleden op onze schouders. Vergeef ons, o Heer, maak ons tot uw mensen, vol van genade. Open ons naar u en naar elkaar, naar uw toekomst. Amen. We zingen samen het lied Heer die in de hemel woont, hoor ons smeken bidden.
De psalmlezing voor deze morgen is psalm 89 en ik lees u voor de versen 10 tot en met 19. U heerst over de hoog reizende zee. Verheffen zich haar golven, u brengt ze tot rust. U hebt Rahab verpletterd en doorboord. Met krachtige arm uw vijanden verstrooid. Van u is de hemel, van u ook de aarde. De wereld met alles wat er leeft hebt u gegrond. Het noorden, het zuiden, u hebt ze geschapen. Tabor en Hermon bejubelen uw naam. Uw arm verricht heldendaden. Krachtig is uw hand, geheven uw rechterarm. Uw troost rust op recht en gerechtigheid. Liefde en waarheid staan in uw dienst. Gelukkig het volk dat van uw roem getuigt en leeft. Heer in het licht van uw gelaat. Juichend roepen zij uw naam, dag aan dag. Door uw gerechtigheid richten zij zich op. U bent de glans van onze kracht. Door uw gunst verhoogt u ons aanzien. Aan de Heer danken wij onze schild, aan de Heilige van Israël, onze Koning. Tot zover Psalm 89, de versen 10 tot en met 19. En we zingen samen, Midi Gimi Srevi Abra, Masra Jezus, Nayuham. Me.
Laat ons bidden, zusters en broeders, voor we luisteren naar de woorden van vandaag. Laat ons bidden. Heer onze God, we danken u. We danken u dat we vanmorgen wederom het woord kunnen brengen vanuit uw huis naar uw gemeente. We danken u voor uw liefde. We danken u voor uw bescherming die we van u hebben mogen ontvangen de afgelopen week. Ja, Heer, niet altijd zijn alle dagen even mooi en prettig. Maar u wilt alle mensen doen wonen in uw licht, in uw vrede. Schenk ons uw woord, opdat wij niet in het duister verdwalen. En laat Jezus uw Zoon ons de liefde leren voor uw koninkrijk, die ons doet leven op de plaats waar gij gesteld bent, dit uur en tot in eeuwigheid. Amen. De lezingen voor deze morgen zullen verzorgd worden door zuster Jacinta en de oud-testamentische lezing is gehaald uit het boek van de profeet Jeremia, hoofdstuk 29, vers 1 en de versen 4 tot en met 14. Dit is de inhoud van de brief die de profeet Jeremia uit Jeruzalem zond aan het overblijfsel van de oudsten der ballingen, aan de priesters, de profeten en het ganse volk dat Nebukadnezar uit Jeruzalem naar Babel in ballingschap had weggevoerd. Zo zegt de Heer der Heerscharen, de God van Israël, tot al de ballingen die uit Jeruzalem naar Babel in ballingschap zijn weggevoerd. Bouwt huizen en woont daarin. Legt tuinen aan en eet de vrucht daarvan. Neemt vrouwen en verwekt zonen en dochters. Neemt vrouwen voor uw zonen en geeft dochters aan mannen. En geeft uw dochters aan mannen. Opdat zij zonen en dochters baren. Vermeerder daar en verminder niet. Zoek de vrede voor de stad waarheen ik u in ballingschap heb doen wegvoeren. En bid voor haar tot de Heere. Want in haar vrede zal uw vrede gelegen zijn. Want zo zegt de Heer der Heerscharen, de God van Israël. Laten uw profeten die in uw midden zijn, uw waarzeggers en u niet misleiden en luister niet naar uw dromers die gij laat dromen, want zij profeteren u vals in mijn naam. Ik heb hen niet gezonden, luidt het woord des Heren. Want zo zegt de Heren, nee, als voor Babel 70 jaren voorbij zullen zijn, dan zal ik naar u omzien en mijn heilrijk wordt aan u in vervulling doen te gaan, door u naar deze plaats te brengen, terug te brengen. Want ik weet welke gedachten ik over u koester, luidt het woord des Heren. Gedachten van vrede en niet van onheil, om u een hoopvolle toekomst te geven. Dan zult gij mij aanroepen en heen gaan en tot mij bidden, en ik zal naar u horen. Dan zult gij mij zoeken en vinden, wanneer gij naar mij vraagt met uw ganzen hart. Dan zal ik mij door u laten vinden, luidt het woord des Heren, en in uw lot een keer brengen. Tot zover de eerste schriftlezing. En we zingen dan samen het lied Nopesamilo bi Jesus, Yere tu mikri. Thank you.
Matthäus, hoofdstuk 10, de versen 34 tot en met 42. Meen niet dat ik gekomen ben om vrede te brengen op aarde. Ik ben niet gekomen om vrede te brengen, maar het zwaard. Want ik ben gekomen om tweedracht te brengen tussen een man en zijn vader, en tussen een dochter en haar moeder, en tussen een schoondochter en haar schoonmoeder. En iemands huisgenoten zullen zijn vijanden zijn. Wie vader en moeder lief heeft boven mij, is mij niet waardig. Wie zoon of dochter lief heeft boven mij, is mij niet waardig. En wie zijn kruis niet opneemt en achter mij gaat, is mij niet waardig. Wie zijn leven vindt, zal het verliezen. Maar wie zijn leven verliest, om mijnentwil, zal het vinden. Wie u ontvangt, ontvangt mij. En wie mij ontvangt, ontvangt hem die mij gezonden heeft. Wie een profeet ontvangt als profeet, zal het loon van een profeet ontvangen. En wie een rechtvaardige ontvangt als een rechtvaardige, zal het loon van een rechtvaardige ontvangen. En wie een van deze kleinen, omdat hij een discipel is, ook maar een beker koud water te drinken geeft, voorwaar, ik zeg u, zijn loon zal hem geenszins ontgaan. Tot zover de tweede schriftlezing. Dank u wel, zuster. Zalig zijn de zusters en broeders, wanneer we het woord van God horen, het in ons hart bewaren en ook ernaar leven. Halleluja. Amen. En we zingen daarop: Mi depoti, mi vertrouw, nami Jezus, nami borgo.
gemeente van onze Heer Jezus Christus, zusters en broeders. Ja, wat een lezing, Matthäus hoofdstuk 10 voor deze zondag. Waar Jezus zegt dat zijn discipelen niet moeten denken dat hij gekomen is om vrede te brengen, maar dat hij gekomen is om het zwaard te brengen. Conflict, polarisatie, lijden, kruis dragen. Dat is eigenlijk toch niks om mee te beginnen. Eigenlijk heb ik getwijfeld om over dit schriftgedeelte te preken. Maar zou ik iets anders zoeken wat meer aanspreekt? Maar ja, dan wordt dat ook zo willekeurig. En juist meestal zo'n tegendraadse tekst brengt de kans met zich mee dat die jou juist verrast. Onverwacht en ongedacht nieuwe wegen opent waar je vanuit jezelf eigenlijk nooit op zou zijn gekomen. En daarom wil ik het toch hebben over het zwaard van Jezus praten. Daarover wil ik praten, maar dan wel samen met de vrede uit de brief van Jeremia, hoofdstuk 29. Laat ons eerst kijken naar dat zwaard uit Matthäus 10. Jezus, hij is in de wereld, hij is de wereld binnengekomen met de verkondiging van het koninkrijk van God dat nabij is gekomen. Hij heeft in de bergrede duidelijk gemaakt wat dat voor zijn leerlingen betekent. Hoe ze mogen leven. Mensen uit één stuk. Creatief, vol liefde, aanstekelijk en geïnspireerd. Daarna heeft hij tekenen gedaan die horen bij het koninkrijk dat komende is. Mensen werden weer op de been gezet. Zieken werden genezen. En nu? Nu moet die beweging die van hem uitgegaan is, verder de wereld in. De velden die zijn rijk om te oogsten. Maar zijn er genoeg arbeiders? De discipelen, zij worden apostelen om in de naam van Jezus te doen wat hij heeft gedaan. De aankondiging van het koninkrijk met de daarbij passende tekenen. Wie ze zelf zijn, dat maakt nu even niks uit. Ze representeren de Heer Jezus. Hoe zal het hen daarbij vergaan? Zal hun inzet voor Jezus hen door de anderen in dank worden afgenomen? Daar moeten ze maar niet op rekenen. Zoals Jezus dat zelf ook meemaakte. Onbegrip, verzet van zijn ouders, zijn broers. Het zal voor de discipelen niet anders zijn. Zoals de gemeente waar Matthäus bij het schrijven van zijn evangelie aan denkt, heeft ondervonden. Mensen die kozen voor Jezus en daarbij meer dan eens moesten meemaken dat die keuze op onbegrip en veroordeling van verwanten, families stuitte. Dat is het zwaar waar Jezus over spreekt. Het conflict. Het onbegrip dat je tegen de stroom ingaat. Wie altijd maar gaat in het spoor van de vaderen, wie nooit zijn nek uitsteekt, die loopt geen risico. Maar wat wil je met de boodschap van het koninkrijk, waar alle bordjes worden verhangen? Waar in de bergrede gelukkig, zalig, geprezen zijn wie in de gewone wereld geen schijn van kans lijken te hebben? Dat koninkrijk van recht en vrede, dat zo haaks op de oude wereld staat, dat eigenlijk inbreekt, dat omkeert, nieuwe wegen opent waar oude wegen doodlopen,
Ja, dat is waar. Jezus roept dus niet op tot een heilige oorlog. Dat zou toch al moeilijk kunnen als we ons te binnen brengen dat hij zalig prijst wie vrede stichten. Ze zullen kinderen van God worden genoemd. En als Petrus in de hof van Gethsemane toch een heilige oorlog wil beginnen en een zwaard trekt, dan is het Jezus die zegt dat zwaard op te bergen. Want wie daarmee grijpen, zullen er zelf door omkomen. Zo zegt hij dan, helder taal. Het wordt tijd om ons tot Jeremia te wenden, hem aan het woord te laten. Die dwaze profeet. Gevangen zit hij in Jeruzalem. De staat Juda, het Zuidrijk, leidt een zieltogend, een noodlijdend bestaan. Nebukadnezar heeft het in de tang genomen. Lang zullen ze het niet meer redden om zelfstandig te blijven. Een eerste groep van inwoners van de stad, de elite, is al naar Babel gevoerd in ballingschap, ver van huis. Waar vinden ze nog houvast? Het grote verhaal van de God van Israël, die hen uitleidde uit Egypte en hen bracht in Kanaan, het land van de belofte. Het lijkt te verdampen in het geweld van de geschiedenis. Babel, dat gehate Babel, dat maakt de dienst uit. Nebukadnezar, een geboren dictator, hij doet wat machtigen altijd weer hebben gedaan en doen. Transmigratie, volkerenvertrek, deportatie van volkeren. Tegen hun wil worden volkeren verplaatst om de wortel van alle mogelijk verzet door te snijden, om een nieuwe staat te vormen. Een drukte van volkeren die in elkaar samenvloeien tot een nieuw verband. Daar zitten de Joodse ballingen, hun kring profeten, waarzeggers, dromers die vertellen, een klein groepje. Wat moeten ze? Het ziet er naar uit dat het niet lang zal duren. Even doorbijten, kop op, het valt wel mee, er komt wel weer een keer. Maar daar, dan een verwarring. Ze moeten het maar niet opgeven. Kunnen ze zich het beste maar niet aanpassen, assimileren in Babel? Het is niet duidelijk gebleken dat je met het geloof in God, in de God van Israël, dat het niet redt. De goden van Babel, met glans en uitstraling, die lijken het immers voor het zeggen te hebben. En opgaan in die nieuwe cultuur, meedoen met de anderen, de vele anderen, dat was makkelijker voor hun. Er zullen ook wel Joden geweest zijn die dat pad al hadden ingeslagen. Maar goddank, er waren ook anderen. Anderen die kropen in hun schulp, vasthielden van wat ze hadden, de eigen groep, de eigen kring. In het isolement ligt toch onze kracht, zo dachten ze. Zo kunnen we proberen te overleven. Maar het is met de moed der wanhoop. Jeremia in de gevangenis, tegendraads
als hij telkens weer is, die hoort over hen. En hij voelt haar fijn aan hoe ze eraan toe zijn. En hij stuurt ze een brief. Een brief met een onverwachte inhoud. Hij wil niet weten van assimilatie, van aanpassing, maar wil even min weten van isolement. Hij maakt hen duidelijk dat ze niet moeten denken dat het tij wel weer snel zal keren. 70 jaren zullen voorbij moeten gaan. Een mensenleven lang. Niemand overleeft dit dus. Dat moeten ze accepteren. En ondertussen zich settelen, zich voluit vestigen in dat nieuwe land. Huizen bouwen en dat niet alleen. Er ook in wonen, tuinen aanleggen en er ook de vruchten van eten. Wie durft daar nog aan kinderen te beginnen? Krijg zonen en dochters, zo schrijft Jeremia. Laat hem die trouwen, opdat ook zij zonen en dochters zullen krijgen. Het spoor van de geslachten dat doorgaat. Oftewel, wend je de energie die je hebt positief aan. Maak ervan wat ervan te maken is. Blijf niet in verzet steken. Blijf niet in heimwee achterom zien. Maar accepteer de situatie zoals die is. Zusters en broeders, wat is daar een omkeer voor nodig? Het lijkt zo voor de hand te liggen, maar menig mens kan daarover meepraten. Dat je in je leven iets ingrijpends meemaakt, waardoor er iets gebeurt wat je eigenlijk niet wilde, waar je zelf nooit voor zou hebben gekozen. En hoe moeilijk het dan ook is, dat te accepteren. Er ondanks alles positief in te gaan staan. Dat heeft iets van bekering. Dat heeft iets van een ommekeer. Maar Jeremia doet er nog een schepje. Nog een schepje. Hij doet er nog een schep toe, bovenop. En hij schrijft, zoek de vrede voor de stad. De shalom, waar ik jullie in ballingschap naartoe heb laten gaan. Bid voor die stad van de vijand. Zo gehaat? Bid voor de stad, want in haar vrede ligt jullie vrede. Bidden voor Babel, stad dat er echt. Bidden voor die stad van de vijand, die zo gehaat is. Is dat geen landverraad? Ze zullen hun ogen hebben uitgewreven. Maar het staat er echt. Dwars en tegendraads. Die Jeremia ook nu weer. Juist in dat appel. Juist in dat verzoek tot vrede. Shalom. Heelheid. Alles krijgt zijn juiste plek. Sluit je niet op in je eigen kring. Assimileer niet, evenmin. Blijf jezelf. Bid. Maar bid voor de stad. Met een open oog voor wat die stad tot vrede dient. Je hebt er zelf alle belang bij. Gedurende die 70 jaar. Die periode van een mensenleven. Wat kunnen ze? Een klein groepje, nietig, weggedrukt naar de rand. Bidden en daaruit leven natuurlijk, met de daad. Gebed en gebod, die op elkaar rijmen. Wie bidt, die maakt, zo schrijft iemand, gemene zaak met God. Die stemt zich af op die God, die ook in Babel, die ook in de vreemde, ook waar mensen ver van huis zijn, erbij is. Die grenzen doorbreekt, verder reikt dan het eigen land, de eigen groep, de eigen club.
De God van Israël die zijn spoor trekt dwars door de geschiedenis heen naar zijn toekomst. Vol belofte, vol uitzicht, ondanks alles. Het lijken van die mooie woorden die Jeremia schrijft, en dat zijn het ook natuurlijk. Maar laten we ons niet vergissen. Ze strijken de mensen van die dagen even sterk tegen de haren in als de woorden van Jezus in de bergrede dat je je vijanden lief moet hebben. Dat je moet bidden voor wie jou vervolgen. Het zwaard waar Jezus over spreekt en de vrede van Jeremia, ze sporen. Ze hebben meer met elkaar te maken dan je op het eerste gehoor zou denken. Waar vrede gezocht wordt, gaat het leven niet van een leien dakje. Daar is strijd. Daar is volhouden. Dwars door alles heen. Dwars door alle misverstand en onbegrip heen. Vraag het maar aan Nelson Mandela. Toonbeeld van vrede en verzoening. Wat heeft hij 90 jaar lang het visioen van de shalom, van vrede met zich meegedragen. Maar wat voor een strijd heeft dat gegeven? Zijn vriend, voormalig aartsbisschop Desmond Tutu. Ook een strijdbaarheid. Je nek uitsteken, conflicten aandurven. En Martin Luther King, over vechten gesproken. Je ziet hem lopen vooraan bij de grote mars naar Washington. I have a dream. Ook onze voorouders hebben gestreden voor vrijheid en voor vrede hier in ons land. 157 jaar geleden. En als het niet al duidelijk was bij de apostel Paulus, daar schrijft hij in Efeze 6, spreekt hij over de geestelijke wapenrusting. Als hij het heeft over het zwaard van de geest, ter wille van het evangelie van de vrede. In één verband. Jeremia zoekt de vrede en Jezus, het zwaard ben ik komen brengen. Twee kanten van dezelfde medaille. Het doel en de inzet ervoor. Eigenlijk toch schitterend om dat juist vandaag in deze dienst te horen en te overdenken. Want als we kijken vandaag aan de dag, dan zien we dat de kerk in onze samenleving van vandaag toch een minderheid vormt. En soms als je somber bent, dan denk je bijna dat het een verdwijnende minderheid is. Maar dat je opnieuw weet waar je voor staat. Dat je als kerk weet dat je de weg van Jezus gekozen hebt. Dwars door alle ellende heen. Dwars door alle onrecht. En dat je volhoudt. Dat je niet opgeeft. Dat je tegen de stroom in van onze samenleving, waarin zoals in Babel zoveel andere dingen stralen en flitsen, imponeren, verleidelijk, om je aan over te geven, je aan te verslingeren. Dat je je niet opsluit, maar dat je juist open staat voor de vrede van de stad, voor de vrede van het land Suriname en de wereld. Zoals een kinderlied het zegt, ik ken het niet, maar de woorden zijn helemaal passend. Zolang er honger is en dorst, zolang er iemand eenzaam is, zolang de aarde wordt besmeurd, zijn wij onderweg, leven wij onrustig, hunkerend naar recht. Zijn we pas gelukkig wanneer al wat leeft eindelijk vrede heeft. Ik wil u, gemeente,
zusters en broeders, volk van Suriname, uitnodigen om ons samen met elkaar door die vrede te laten inspireren. Om ons daaraan te wijden, zeker in deze tijd waarin we leven en de vooravond van de viering van de afschaffing van de slavernij op 1 juli. Weten wie we zijn. Een gemeente die, een volk dat bidt en daarnaar handelt. Bescheiden, zeker maar beslist. Een gemeente die, een volk dat, hoe bescheiden ook, open staat naar buiten, de vrede zoekt. Als het moet tegen de stroom in, gaan we daarbij kopje onder, dan niets niet erg, dan niet zonder hoop. Het is de weg van het geloof, het is de weg van Jezus zelf naar het leven toe. En dan moest ik denken aan de woorden van Franciscus van Assisi, aan zijn gebed om vrede. En hiermee wil ik afsluiten. Vader, maak mij stichter van uw vrede. Mogen ik waar haat heerst, liefde brengen. Waar belediging, vergeving. Waar tweedracht, eensgezindheid. Waar twijfel, geloof. Waar wanhoop, hoop. Waar droefenis, blijdschap. Waar duisternis, licht. Want wanneer wij geven, worden wij rijk. Wanneer wij onszelf vergeten, vinden wij vrede. Wanneer wij vergeven, krijgen wij vergiffenis. Wanneer wij sterven, krijgen wij verrijzenis. Geef vrede, Vader. Amen. We zingen samen, één ding is nodig tot ons heil, te blijven in de Heer. Mag ik zuster Lucille uitnodigen? We gaan over tot onze offerande. Ik wil u vragen, we mogen nog niet samen kerken,
Dus ik wil u vragen dat u uw collecte dus kunt storten. Zuster Lucille vertelt het verhaal zo meteen aan u. Zodat u ook op uw eigen wijze uw collecte, uw offerande kunt geven. Geeft u met een blijmoedig hart, want de Heere heeft de blijmoedige gever erg lief. Broeders en zusters, u kunt die offergave in een enveloppe doen en die bij de Stuizenvereniging aan de Johan Adolf Pengelstraat in een bus doen. U schrijft op uw enveloppe voor welke week het bestemd is en dan komt dat helemaal in orde. Of u kunt die offergave ook overmaken op de volgende rekeningen. Bethlehem Kerk, DSB rekening 94. 21998. Nog een keer. Bethlehem Kerk. DSB nummer. Rekeningnummer 94 21 998. Centrum Kerk. DSB rekeningnummer 25 15 865. Centrum Kerk. DSB rekening 25 15 865. Morgenster Kerk. DSB rekeningnummer 12 57 099. Morgenster Kerk. DSB rekeningnummer 12 57 000099. Dank u. Dan gaan we over tot onze dank en voorbeden. We willen als eerst de Heer danken dat we vandaag het woord hebben mogen brengen. Verder willen we bidden voor de zieken. Allen die ziek zijn, willen we in Gods handen leggen. Ook zij die met het COVID-19 virus besmet zijn. En tegelijkertijd, wanneer we bidden voor de zieken, moeten we ook de Heere danken. Danken voor zij die beter zijn geworden en weer thuis in hun eigen omgeving mogen zijn. We danken de Heer daarvoor. Verder willen we bidden voor ook zij die in de frontlinie staan, die er voor de zieken zijn, maar ook zij die nadenken hoe de informatie aan ons als volk te geven, zodat wij kunnen voorkomen om deze ziekte, dit virus te krijgen. Laten we daarom ook gehoorzaam zijn en de informatie tot ons nemen en ook ernaar leven. Verder willen we bidden voor de bedroefden. Dat willen we in het bijzonder meenemen in onze gebeden. De nabestaanden van onze overleden zuster Alvarez Hofman. We willen bidden voor de familie Humphrey Lowe. We willen ook bidden voor de familie Pelswijk Zeeguit. Onze koster, hij is koster geweest aan de Morgenster Kerk. Een paar jaren is heen gegaan. We bidden ook voor zijn ouders, zijn moeder en zijn zusters en broers. Verder willen we ook meenemen de familie Hoost Groenveld, die ook hun moeder ten grave moeten dragen. En alle anderen wiens namen niet genoemd zijn, maar die bij u bekend zijn. Laat ons bidden.
Heer onze God, U die ons roept om te leven voor uw aangezicht. We danken U voor de liefde die in ons U in ons leven houdt. De liefde die ons in leven houdt. We vragen U, Heer, laat het geen mens op aarde ontbreken aan zorg en goedheid, die mensen aan elkaar verbinden in goede en kwade uren. Heer onze God, zo mogen we U ook vragen deze morgen om ons de kracht te geven, Uw Heilige Geest te schenken, dat wij als Uw kinderen in deze hardhandige wereld staande blijven. Dat we gaan voor het goede. Dat we gaan voor de vrede, dwars door alles. Ook al lijkt het alsof we er niet zijn, zoals velen denken. Maar geef dat we openstaan en dat we tegendraads gaan. Dat we niet bang zijn te zeggen en te laten zien wie U bent en wat U van ons verlangt. Dat die vrede mag zijn in ons land en in de wereld. Zodat we samen kunnen bouwen aan de opbouw van ons geliefd Suriname. Schenk ons Uw Heilige Geest, Heer onze God, want we kunnen het alleen niet doen. U bent het die ons die adem geeft en ons die kracht schenkt. Vaak denken we dat wij het kunnen, dat wij het zijn. Maar elke keer weer laat U ons zien dat U alle macht heeft in hemel en op aarde. Heer, schenk ons Uw Geest. Zo dragen wij aan U op, de zieken, de bedroefden, de eenzamen. Heer, de namen zijn genoemd. En er zijn nog meerdere namen bij U bekend. Heer, we vragen U, wilt U uw genezende hand, uw helende en troostende hand strekken over al deze uw kinderen. Opdat zij uw nabijheid ervaren in hun pijn, in hun angst, in hun twijfel, in hun verdriet en in hun eenzaamheid. Dat ze mogen weten dat U ze nabij bent. Dat U ze niet in de steek laat. Zend ook mensen op hun weg, Heer, die voor hun ook een troost mogen zijn. Zo dragen we ook aan U op, Heer onze God. Ieder die iets te vieren heeft, die vandaag jarig zijn of deze week jarig zullen worden. We dragen ons land Suriname, het volk aan U op. Op 1 juli zullen we op gepaste wijze vieren dat de slavernij 157 jaar geleden afgeschaft is. We danken U voor Uw leiding. We danken U voor Uw liefde. We danken U voor Uw genade ons geschonken. Zegen allen die macht en verantwoordelijkheid dragen in ons land. Dat ze hun ambt uitoefenen in wijsheid, in goedheid en rechtvaardigheid. Zo mogen wij ook, Heer onze God, bidden voor uw kerk op aarde. Voor onze gemeente. Voor de herders en leraars. Voor allen die arbeiden in uw wijngaard. Dat we in al wat wij doen en zeggen, uw liefde zichtbaar wordt. En laat ons genade vinden in elkaars ogen. Moedig ons aan om u te blijven dienen. En houd ons bijeen als uw gemeente, als het lichaam van uw Zoon Jezus Christus. En wanneer we zo, Heer onze God, deze morgen voor uw aangezicht komen, dan zijn we allen met onze eigen zaken die we aan willen voorleggen
in ons stilgebed. Heer onze God, zo mogen we ook voor uw aangezicht brengen onze jongeren, de jeugd. Heer, dat ze op uw pad blijven wandelen. Dat wij als volwassenen ze een goed voorbeeld geven, Heer onze God. Dat ze de juiste keuzes kunnen maken in hun leven. Heer, bescherm ze. Er is zoveel kwaad om hun heen, Heer onze God. Bescherm onze kinderen. Leid ze op uw weg, Heer. En geef dat wij ze ook mogen leiden, voeren in uw woord, op uw weg. Zodat ze in contact met u komen, Heer. En dat ze het onderscheid tussen goed en kwaad kennen. En zo door het leven gaan. Zo mogen we ook bidden voor de verpleegkundigen. Voor allen die bezig zijn om ons te helpen om het virus niet te krijgen. Allen die in de frontlinie staan, Heer onze God. We bidden om kracht. We bidden om inzicht en wijsheid. We bidden om geduld en liefde. Ook liefde van het volk naar hun toe. Dat ze het werk ook met heel veel plezier mogen verder mogen doen, Heer onze God. En dat we samen met hun proberen om dit virus niet de baas over ons te laten zijn. Help ons daarmee, Heer onze God. Dit alles bidden wij u in de naam van uw Zoon, Jezus Christus, die ons heeft leren bidden, onze Vader, die in de hemel zij, uw naam worden geheiligd, uw koninkrijk komen, uw wil geschieden, gelijk in de hemel, alzo ook op de aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van der boze. Want van u is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid in der eeuwigheid. Amen. We gaan het slotlied zingen. Moet de heiland met mij hebben, want ik kan alleen niet gaan. Alvorens we het slotlied zingen, wil ik de zegen uitspreken. En dan wil ik allen heel hartelijk dank zeggen die hebben meegewerkt aan deze dienst. Dan wil ik in het bijzonder danken broeder Jonathan Neslo, broeder Farik Sylvester en ouderling zuster Lucille en diaken zuster Jacinta. Heel hartelijk dank zeggen voor uw bijdrage aan deze dienst. Ik wens u mede namens de kerkenraad een gezegende zondag en een gezegende week toe. Wees u voorzichtig, let op uzelf en houd u zich aan de regels om het virus niet te krijgen. Ontvang u allen Gods zegen en dat we met zijn zegen verder mogen gaan. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doet zijn aanschijn over u lichten en zij u genade. De Heere verheffe zijn aangezicht over u. En hij geeft u zijn vrede, zijn shalom, vandaag en alle dagen van uw leven. Amen.
want ik kan alleen niet gaan. Love.